eerlijk gezegd, ik heb er ook over gedacht van, joh, wat wil ik met die prijs doen? En ik weet het heel eerlijk gezegd, weet ik het nog niet eens. Het gaat om 70k. Dat is veel. Dat is echt veel. Kijk, dus ik vind dat heel veel. Uiteindelijk ben ik hier ook echt achter dingen gekomen dat ik denk van, ja, dat besef had ik vroeger niet eens. Of vroeger, in de zin van... Wat? Oeh, doe eens even mijn jas aan, dan... Echt een sterfskoud, jongen. Nee, bijvoorbeeld met... Oeh, ik tril helemaal. Trini heeft ook letterlijk gewoon aan mij gevraagd of ik haar met haar wil neuken. Ja, vanavond gewoon nog, hè? Maar, bijvoorbeeld met de vaderdagmarkt. Was jij daar toen nog bij? Ja. Toen had ik een berichtje van mijn vader geschreven. En ja, weet je, mijn vader en ik, mijn vader is meestal op werk. En ja. Niet een gigantisch goede band mee, maar elke keer, hij wilde me wel in alles steunen. Ja. In alles en nog wat. Dus ook bijvoorbeeld met, hij gaf altijd geld. Ja. Ik zag de waarde daar niet echt voor in en dit en dat. Maar uiteindelijk heeft dat wel heel erg gebracht waar ik nu op dit moment ook sta. En dat zijn wel mooie dingen die ik hier ben gaan realiseren van joh. Ondanks dat hij er nooit was, in de zin van altijd aan het werk, heeft hij er wel voor gezorgd dat ik in zijn kamertje kon zitten. En toen ik er geld tekort had, dat ik het even toegeschoven kreeg en zo. Ja, dan zou ik heel graag wat van mijn ouders willen doen. Ja. Met dat geld. Maar dat komt echt diep uit mijn hart, omdat ik dat heel graag voor ze wil doen. Omdat ik bijvoorbeeld, ik had ook een heel lief berichtje voor hem opgeschreven op dat bord. Ik heb het dan zelf gemaakt. En, oh ja, dat vaderdagbord. Ja, toen kreeg barst ik ook een beetje tranen uit. En dat zag eens een keer een ijsje erin op, en die moest ook een keer huilen en zo. En ja, dat zijn dan momenten die ik heel erg dierbaar vind. En als ik daar iets mee kan, in de zin van financieel gezien, dan zou ik dat heel graag voor ze willen doen. Alleen, ik kan dat nu niet doen, omdat ik gewoon student ben. Nou, ik heb in principe 30, 40, 50k schuld. Ja, studieschuld. Dus, ja, daar kan ik nu op dit moment niet zoveel mee. Maar stel voor, ik zou een beetje doorbreken als rapper en ik zou er wel wat geld mee gaan verdienen. Ja, dan wil ik natuurlijk ook wat voor mijn ouders doen. En dat zou ik dan ook met die 70k doen als ik dat zou winnen. En dan gewoon lekker, joh, kies maar lekker een vakantietje uit. Ik betaal het werk wel, komt helemaal goed. Ik ga lekker weg. En zulke dingetjes heb ik nog wel. Pak maar even lekker je tijd met een hondje. Ja, maar voor de rest, heel erg gezegd, je kan nu niet echt de invulling maken van wat ga je met die 70k doen. Nee. Kun je wel doen. Ja. Maar dat vind ik ook, als je hier nu gaat roepen van joh, ik wil dit en dit en dit doen met dat geld. Leuk. Dan moet je dat ook aan de mensen thuis laten zien dat je dat ook uiteindelijk, dat werk ik doe met dat geld. Maar het is een soort belofte aan de mensen thuis en zij gaan je volgen. Ja, maar als jij mij geld leent en zegt van joh, ik ga dat ermee kopen, dan wil ik ook dat je dat ermee gaat kopen. Ja, want dan ben je gewoon... dat je achteraf een pakje sigaretten gaat kopen in plaats van... Dan neem ik je het kwalijk en dan ben je me gewoon aan het misleiden. Ja, dat klopt. En als je dat hier zou doen, ja, dat vind ik dan ook gewoon schande. En dat zie ik hier wel vaker gebeuren. En ik denk van, jezus, ja weet je, meiden zitten ook allemaal geen hele moer. Maar alsjeblieft, hier zijn gewoon mensen... Die zijn gewoon mensen die heel veel geld aan ons uitgeven. Heel veel. En heel veel mensen voelen de verplichting niet dat ze ook iets goeds doen met dat geld. Daarom zeg ik ook voor jongens, we krijgen allemaal 500 euro, maar alsjeblieft ga gewoon redelijk met dat geld om. Ga gewoon wel chill met dat geld om in de zin van dat je niet gekke shit gaat kopen. Zoals bijvoorbeeld een miljoen. 50 euro. Of 75 euro. En ik van ja, godverdomme, als grapje. Oh, wat een leuk grapje. Doe er iets mee waar je gelukkig van wordt. Iets waar je verder mee komt. Of iets waar je er fatsoenlijk mee uitziet. Of weet ik van wat. Maar iets wat zichtbaar is. En waarom... Nu op iedereen ja. En mensen... die bij mij komt. Hey, mag ik hier wat maken? Ja, natuurlijk ook. En eigenlijk alles wat ik nu heb gekocht gebruik ik op mensen. En dat is ook toch veel chiller. Ja. Want uiteindelijk had je dat niet gehad. En dan had je gezegd van ja, die kosten onhygiënisch. Hoe dit en dat en dit en dit. Whatever, maar, weet je, ja. En nu heb je wat meer geld om dat wel te laten zien. Goudse kaas is nu ook herkenbaar. Wel zou doen. En uiteindelijk denk ik ook wel dat die Utopia niet winnen dat hij dat alsnog gaat doen. Ik ook. Hoop ik ook. Maar dat zien we wel. Zo goed ken ik Jess ook weer niet. Ja.
Dat vind ik ook heel erg gek. Maar ik heb ook wel gesprekken met mensen hier binnen. Bijvoorbeeld over dat we het dan ergens over hebben en dat het dan uiteindelijk op jou uitkomt. Dat mensen me vragen, ja, maar jij kent Gerrit. Hoe zit dat? Ja, Gerrit is Gerrit. Ja, ik denk ik kan er niet heel veel meer of minder over zeggen. Als, je dat... Ja. Maar wat zeg jij dan? Hoe omschrijf jij mij? Als andere mensen. Jij bent. Hier ben jij Gerrit Utopia en buiten ben je gewoon Gerrit. En je bent hier wel. Dat is van de wc toch? Toch? Of nu? Of is dat vodka? Heb je een verkeerd glas gepakt? Dat meen je niet. Het is gewoon vodka. We hebben net vodka. Het is van Freddy. Oh, je hebt het verkeerde glas gepakt. Waar stond het glas? Waar heb je dat gepakt? Geen idee, maar het stond binnen. Waarschijnlijk heb je het verkeerde glas gepakt. Ik zit er. Het is omdat ik het niet direct doorslik. Ja, je kan lachen, maar dat is fucking vies. Ja, van zit er nou limoen in? Nee, maar dat kan helemaal niet, want dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat je geen Mariska bent. Ja? Dan moet je de lul geweest. Oh nee, daar ga je ze. Nee, maar wat ik eigenlijk vanaf het begin al heb gezegd. Hier ben je Gerrit Utopia en buiten ben je Gerrit. En je bent wel jezelf, maar wel net iets meer. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het ook heel goed omschreven is. Ja. En ja, je zegt dat nogal wat je denkt. Dat zeg je buiten ook. En je bent wel... Je hebt jezelf wel net iets meer ontwikkeld hier. Op bepaalde vlakken. En ik denk ook dat ik daarom niet heel erg goed kan beoordelen hoe jij nu hier bent en hoe je buiten bent. Omdat je wordt toch wel een beetje anders hier dan dat je buiten bent. Ja, wat ik laatst al tegen je zei, van ik heb me in bepaalde opzichten echt heel erg ontwikkeld. Ja. Ja. Dus zeg maar, ik kan wel zeggen, ja, hij is zichzelf niet, maar... Ja, dat ben je wel, maar je moet gewoon anders leren omgaan met bepaalde dingen. Ik vind een mooi voorbeeld, vind ik wel, met jou bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een zwak voor jou, dat weet je. Dat wist je ook vanaf het begin toen je binnenkwam. Nou, je hebt wel een zwak voor mij. En dat is ook logisch. Ik ben ook best wel een gevoelige jongen. Maar uiteindelijk heb ik wel geleerd van, joh, ik maak een afspraak met jou. En dan kom je dan niet na en dan vind ik dat belangrijk. Hier buiten had ik gezegd van, joh... Oké, en dan take one for the team. En joh, ik vond me daar wel even kut door. Of ik. Maar nu heb ik het dus anders gedaan. En heb ik ook met Shell gedaan. En alles wat mij even niet in het zaadje past. Dus van joh, jij hebt je niet aan afspraak gehouden. Dus. Jij mag je even kut voelen. Ja. En dan draai ik de rol even om. En of het helemaal fair is, weet ik niet. Hoort wel bij het proces. Ook bij dit proces. Maar ik heb er wel van geleerd. En ik zal niet zo snel meer over me heen laten.